Femke Stoltenborg, net 3-0 gewonnen van Dominicaanse Republiek. Derde overwinning in 4 wedstrijden. Jij kwam er in de derde set in bij een forse achterstand. Wat dacht je toen? Ik dacht, ik ga eigenlijk gewoon het team proberen te geven wat ik kan geven. Misschien een beetje rust waar het nodig is. Misschien een beetje meer agressie waar het nodig is. En dat is het enige wat je op zo'n moment kunt doen. En dat heeft heel goed uitgepakt. Had je ook een specifieke opdracht van je coach gekregen wat je moest gaan doen? Wat voor spel je moest gaan spelen? Nou, eigenlijk niet per se. Hij zei gewoon, ga erin, probeer het om te draaien. Probeer je eigen spelletje te draaien. En dat is net een beetje anders dan Laura, waardoor wij elkaar ook heel goed aanvullen. En in dit geval waren er een paar ballen die goed verdedigd konden worden of die, waarin het net liep en het lukte om dat om te draaien. En hoe voelt het als je, want jullie stonden 7 punten achter op een gegeven moment, hoe voelt het als je dan de set nog kan omdraaien met z'n allen en dat je toch die 3-0 overwinning pakt? Daar krijgen we echt wel heel veel vertrouwen uit, denk ik. Ook het feit dat ook met wissels gebeuren kan. En dat we met z'n allen zo'n prestatie kunnen neerzetten. Dat merk je ook van iedereen van de buitenkant. Dat iedereen enthousiast wordt. En ik geloof dat dat voor een hele goede opsteker is naar de wedstrijd op vrijdag. En dan... dat een hele goede opsteker is voor de wedstrijd naar vrijdag. Want dat wordt een hele belangrijke. Na de nederlaag tegen Zuid-Korea was de stemming wel een klein beetje bedrukt. Nu 2 keer 3-0 gewonnen. Hoe is de sfeer nu? Ja, dat gaat goed. We hebben een beetje zo'n flashback naar Duitsland met het OKT in januari. En we zeiden met z'n allen, wij kunnen dit gewoon omdraaien. We weten dat we dat kunnen, we weten dat dat lukt. We weten dat we een keer slecht kunnen spelen, maar dat we daar heel goed van terug kunnen komen. En dat is nu weer bewezen, maar dat lukt ons en dat geeft vertrouwen. Jullie hebben van Italië gewonnen op het EK, ook op het OKT. Zijn heel sterk bezig in het toernooi, maar nog geen wedstrijd verloren. Wat verwacht je van de wedstrijd tegen de Italianen vrijdag? Nou, ik geloof dat misschien een beetje meer het spelletje wordt zoals wij het ook spelen. En wat meer Europees weer. En, we gaan heel goed voorbereiden en ik geloof dat daar 2 teams staan die beide even goed zijn. En waarin het alle kanten op kan gaan. Dus we gaan de volle bak tegenaan. Ik heb er wel zin in. Dankjewel Femke, gefeliciteerd. Ja, graag gedaan, dank je.